Klaar voor de start. Af. Dit kan niet, vriend. Terugkomen. Klaar voor de start. Af. Altijd maar het vals spelen voor jou. Heb jij, ben ik hier helemaal klaar mee. Nu ga je luisteren. Op af ga je pas weg, hè. 3, 2, valt niet meer te werken met deze gozer. Yes, kijkers van ING Only Voetbal. Vandaag is weer een grote dag. We gaan namelijk een hele grote speler testen op zijn snelheid. En het is vandaag niemand minder dan... Frank Slotta, de man himself. Dit was jouw cue. Dit was mijn cue, ja. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel erg veel zin in. Wat betekent snelheid voor jou? In het leven algemeen, maar ook op het veld. Ja, weet je, als je dan überhaupt kijkt naar voetbal en snelheid samen, dan kom je heel snel bij Michel Breuer terecht. Ja. En ja, dat is toch wel een beetje... pionier van de snelheid. Ja, dat is een beetje de snelheid waar ik heen wil. Volgens mij de snelheid 31 in de vorige FIFA. Oh, dat is jouw target? Dat is mijn target. Als ik daar overheen kom, heb ik al een van de grote legendes verslagen. Dan ben je er al. 31, dat is echt heel traag. Nee, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat heel traag is. Wat denk je dat in FIFA 21 de snelste speler gaat worden? Even tussendoor, want hij is een naast. Biabiani, 97. Hoezo? Hoe heet die andere gast ook weer? Nee, laat maar zitten. Maar ben je nog een beetje fit gebleven in deze tijden? Ik ben heel erg fit gebleven. Ben fit en snel? Ik ben 7 kilo aangekomen. 7? Net zeg je nog 5 tegen mij. Ja, met een rotte band naar beneden. Dus je bent eigenlijk min 7 pace, wat een beetje. Min 7 pace. Nou, als dat uiteindelijk resulteert in min 7 pace, ben ik een gelukkig man. Oké. Okay. Het idee van deze video is, ik ben in de studio en ik bestuur een FIFA-poppetje. En ik ren van 16 naar 16. Jij mag kiezen welk poppetje dat is. En dan stel je voor, ik pak een poppetje met 30 pace en die rent in zoveel seconden naar de overkant. En jij doet dat sneller, dan heb je dus meer pace dan die speler. Maar het moet wel met bal, want dat doet die speler in FIFA ook, weet je wel. Ja, knal gewoon. Dan leggen we dat naast elkaar. En we doen 3 categorieën. Bronzen pace, zilveren pace, gouden pace. Jij mag wel kiezen wie. Heb je dit ook gedaan? Dit heb ik ook gedaan, Wie heb jij gekozen dan? Ik begon met Wes Morgan. Ja, die 20 of zo. Ja, dat moet toch normaal beginnen? Ja. Als jij met iemand met Breuer's pace wil beginnen, ongeveer. Maar die zit niet in FIFA. Ja, maar dan moet je iemand zoeken die gewoon een soort nakomeling. Wie heeft 31 pace in FIFA? Nee, die Feyenoorder, hoe heet die ook weer? Die echt... Botteguin. Die is 33 pace volgens mij. Botteguin. Doen we dat, Botteguin. Begin ik met Botteguin. Oké, Frank staat inmiddels klaar op de 16 meterlijn. Hij moet helemaal naar de andere 16 meterlijn sprinten. Inmiddels heb ik hier ook de legend Erik Botter zien klaarstaan met 33 pace. Ook op de 16, van de ene kant naar de andere kant. En ik ga gewoon aftellen. 3, 2, 1, sprinten geblazen. En hij is snel weg. Dit voelt zo traag. Ik mag hopen dat als Frank ooit een poppetje zou zijn, dat hij niet zo traag aan zou voelen. Daar gaat hij. Hij is er bijna in. Yes! Ik ben echt kapot. Ik ben bezweet. Nee, het is echt, mijn conditie is echt verschrikkelijk. Ik moet hier echt wat aan doen. Ik ga even kijken hoe Matt dit heeft gedaan. Oh, daar is hij, wat snelle mannetje. Tik hem aan. Tik hem aan. Tik hem aan, ouwe. Ben je moe of niet? Ja, ik ben kapot. Je moet je kracht een beetje sparen. Ik moet nog 2 keer. Hè? Ja, maar ik heb niet zeg maar, de conditie om het zeg maar, op te bouwen. Dit is gewoon, ik ben vol gegaan. Ik denk dat het nu alleen maar bergafwaarts gaat. Over vol gaan gesproken. Ik heb echt een goede tijd neergezet. Ben je serieus? 10 seconden en 37 niet milliseconden. Hoe noem je dat? Jouw duizendste, honderdste. 37 honderdste, dat zeg je goed, ja. Dus vlak boven die 10 seconden. En ik met mijn Botteguin, Erik Botteguin, 11 seconden en 78 honderdste. Dus ik zit er ver boven. Je bent echt gekild deze jongen. Ja. Dus je bent officieel sneller dan 33 pace. Nice. Die kun je in het zakje steken. Die kan ik inderdaad in het zakje steken. Maar... dit was in principe wel een beetje de ondergrens. Nee, dus eigenlijk kon je hier niet onder zitten. Ik kon je eigenlijk niet onder zitten, nee. Dus hoe ver wil je nu erboven gaan zitten? Wat wil je na gaan kiezen als speler? Nee, heb jij een goede suggestie van een beetje... 60 pace. Beetje Daily rond Blind? De 60. Is Daily Blind of is die 50 zelfs? Zullen we Daily Blind doen dan? Doe Daily Blind. Doe maar okay. Daily Blind. Daily? Daily. Ga jij maar weer naar het veld. Dan zet ik Daily Blind klaar, oké? Shit, ben kapot. Doe even rustig aan onderweg. Pak de taxi of zo, anders verlies je al je energie. Moet je niet hebben, joh. Frank staat klaar voor ronde nummer 2. Ik hoop dat hij zijn energie-conditiepeil nog een beetje goed heeft. Want anders gaat het lastig worden. Maar ik hoop dat hij zijn tijd gaat verbeteren. Wij staan ook klaar met Daily Blind. En we gaan aftellen en we gaan sprinten in 3, 2, 1. Let's go. Daar gaat hij. Die versnelling, daar wint hij heel veel tijd op ten opzichte van Botteguin. Dat zie je gelijk al. Hier heb ik ruimte om te stomen. Oh, dit gaat mis. Dit gaat een klein beetje mis, alhoewel we zijn er nu toch. Nou, dit moet een verbetering van de tijd zijn, dat moet wel. Onderschat het wel. Die mensen 500 keer per wedstrijd zo'n sprintje trekken. Ik denk, ik ben kapot. Zo.
tevreden over deze run. Ik ben echt kapot. Het is gewoon dat ik gewoon zo ontzettend moe ben. Dat ik gewoon niet weet dat ik... Ja, nou, ik weet het wel, maar Wat ben je nu aan het doen? Ben je zelf nu aan het goed praten ofzo? Ik heb gewoon het gevoel dat dit gewoon totaal niet snel was, omdat ik gewoon kapot ben. Je bent 1 seconde trager dan net. Meer dan een seconde. 11.63. Meer dan 11, een seconde? 11.63 nu, ja. Ik heb wel mijn tijd verbeterd met Daily Blind. 11.19. Dus voor het eerst ben ik sneller. Of is het poppetje wat je gekozen hebt, is sneller. Maar, ik moet wel zeggen, Daily Blind was fit in het spel. En jij, toen je fit was, had je rustig nog in de 10 seconden. Dus ik denk dat er nog wel wat in zit voor je. Ik denk als ik nu gewoon even tot rust kom en nu nog een sneller neem, dat ik mezelf nog meer kan uitdagen en dan eventueel weer naar die 10 seconden kan. Ja, pak je rust gewoon, hè? Ik ga mijn rust pakken, man. Heb je iemand in je hoofd? Ja. Nou? Ben. Ja, dit was dit verbaast mij heel veel, ja. Oké, ben het 81 pace, hè? Ik weet ongeveer wel de 81 pace. Ja, je weet het. Nee, ik ga kijken. Ja, gaan we bij het veld. Ik zoek het wel uit voor je. Ja, zoek je het uit voor ik me? Ik zoek het uit voor je. Jij naar het veld en jij gaat Ben pakken. Oké. Okay. Lieve mensen, de groeten. Joep. Oké, Franks laatste poging. Ik heb echt gehoopt dat hij in ieder geval zijn tweede tijd gaat verbeteren. Ben staat er klaar voor, Frank staat er klaar voor. We gaan sprinten in 3, 2, 1, go! Ah, dit moet toch echt een hele vlugge zijn, hoor. Ik ga nu even boosten zelf naar voren. Dit is snel, jongen. Wat een tempo. Houd hem nou in de gaten. Houd hem nou in de gaten. En hij is over de lijn. Ah, dit was vliegersvlug, hoor, dit, Ben. Ik ben trots op die laatste, hoor. Ik ben... Je hebt jezelf herpakt. Ja, die tweede was echt verschrikkelijk, maar die derde was weer een beetje redelijk. Ik denk dat die eerste en die derde wel redelijk bij elkaar in de buurt zitten. Alleen, die tweede schopte ik de balk helemaal naar rechts, maar die derde zat nog wel een beetje in de rechte lijn. Dus volgens mij ging het nog wel redelijk. Ja, dat ging inderdaad goed. Jouw tijd was 10.76. Dat is een lolly, weet je wel. dit is mooi. Ik was er al afgeleid. 10.76 is jouw tijd. Dat is inderdaad veel dichter bij je eerste tijd dan bij je tweede tijd. Dat heb je goed gedaan. Ja. Maar dan vraag je natuurlijk af. Wat is Ben? Wat is Ben's tijd? Wat denk je dat Ben doet op de sprint van zo'n 60 meter? Ik denk dat... 60 meter? Het is nog 60 meter? 80. 80 meter, jij maakt er 80 van. Ja, dat veld van jou, Brent, is kleiner. Nee, dat was groter. Nee, dat was groter. Maar Ben, denk ik dat hij toch wel dichter tegen de 10 aan zit. Ik denk ja, iets boven de 10 of iets onder de 10. Onder de 10? Nee, oké, iets boven de 10. Nee, iets boven de 10. Ben rent het in 10.46. Oh! Dat is best wel bizar. Dat is hij dus sneller dan jouw derde poging. 0.3 van een seconde. Maar als je jouw eerste poging bekijkt, 10.37, dat is wel bizar. Allebei full fitness, dan ben je gewoon sneller dan Ben. Ja. Je bent gewoon sneller dan Ben. Dit is niet normaal. Ja, ik word er een beetje emotioneel van ook. Wil je nog weten wat mijn tijd was? Om te kijken wie er van ons het snelste was. Ik heb dit ook al gedaan namelijk, deze video. Deze challenge. Wat denk je? Sneller dan mij of niet? Jij zit sowieso wel onder de 11. Ik denk dat jij wel sneller bent dan ik. Nee, ik had 10.62. Ja, met 3 pogingen. Dat was mijn eerste poging, was ook de snelste. Tuurlijk, want wij zijn gewoon kapot. Niet fit. Wij zijn niet fit. Nou. Wij zijn niet fit. Dus gefeliciteerd, je bent sneller dan Ben. Ja, en dan nu mij. Want hij rent Maar je bent wel sowieso sneller dan ik, dus dat heb je, die kan je in je zak steken. Maar hoeveel verschil? Dat is gewoon maar ook 3 tienden. Hij scheelt niks, scheelt 1 verkeerde baltouch. Voordat we eruit gaan, ik wil van jou weten wie jij denkt dat de snelste speler wordt in de volgende FIFA, FIFA 21. Wie? Traoré. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ja, hoezo? Dit hebben we nog ineens... Nou, dat hebben we niet... Jongen, dat is de snelste speler van de wereld, toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Ook zo. Dan vind ik dat steepapier schaap die iemand anders moet zeggen dan. Oké. Doen we 5 van de 9? Nee. 1 van de 1. 1 van de 1. Oké. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Yes! Boom! Jij mag iemand anders kiezen. Biabiani. Nee, Biabiani is helemaal niet snel meer, toch? Ik zeg gewoon Mbappé. Nou mensen, bedankt voor het kijken. De conclusie is wel weer duidelijk. Frank is mega snel. Niet alleen met zijn woorden, maar ook met zijn echt voeten. Zwaar traag. Ik ben altijd de traagste geweest. Ik heb geoefend voor deze video, dus dat is niet eerlijk. Ja, je ziet het aan mijn zweet op mijn voorhoofd. Je kapot. Dat je ook een groot voorhoofd hebt. Die zien we in de volgende aflevering. Mensen, bedankt voor het kijken. Like even deze video. Abonneer. Vergeet je nou niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte van alles wat er nog komt. En de groeten, slaap lekker, ga lekker naar bed ofzo, of rust, jij moet vooral naar bed nu. Ik moet echt naar bed, ja, ik ga naar bed.